Ja, he, ik schiet gelijk weer vol, maar ja, het is triest. Lastig ja. om naar te kijken, is dat zo? Ja, ja nou ja, je, je, het verdriet komt weer boven dan. Hè. Ik schiet daar gewoon vol, omdat uh, het gaat, uh, je zit 2,5 jaar in de stress. Dan denk je, wanneer komen we nou eens in een ander huis? Ja, uh, Asje, ja. die staat er een beetje bij, zo van, he, door, wat moet ik hier nou mee aan? Ja, ja, wat, ja. Wat zei die? Nou, het was een gesprek waarvan ik persoonlijk dacht een team later ook, we wachten maar af. Dat uh, viel iedereen wel op, dat hij wel met ons begaan was. Maar ja, er zijn zoveel mensen met ons begaan. Daar uh... Koop niks niks voor. Hè? Precies, daar koop je niks voor. Ik hoop dat de naam dit nou op gaat pakken. Dat die rotsen wordt opgeruimd en dat we een noodwoning kunnen krijgen. Nou, en hij was echt een vechter. Geestelijk was hij een vechter, lichamelijk was hij ook. En ik had een avonddienst. Ik zeg, en dan bel ik jou wel. Nou, nog geen hoor. Ik denk, hij moet toch thuis zijn. Yeah. Nou, heel eerlijk, als hij naar de wc gaat, zit het er een half uur met Donald Ducky. Ik denk, dus hij zal wel op wc zitten. Ja. En omdat het vlak bij het werk was, ik moet toch even naar huis, hoor. Even yeah. kijken. nou ja, toen zag ik hem dus uh, in het landsin, in de scootmobiel, was dwars door de bedrading heen gegaan. Maar toen zag ik al dat Er dat, dat zijn meerdere mensen die zeggen dat uh, die hele aardbevingstoestand hem zijn leven heeft gekost. Deel jij die mening? Of, uh... Nou, mede wel, ja, ja. ja. Zeker. En zeker de stress. Maar hij was wel zwaar hartpatiënt. Ja. stress, stress hebben, was, Nee, dat was niet goed voor hem. En dat wisten ze ook bij de naam. We hebben raadelijke kinderen. Zeg. Ik wilde er niet te veel aan denken, maar dan blijf ik heel erg boos. En dat wil ik eigenlijk. Dan niet. druk je wat weg. Ja, druk ik wat weg, ja.